ging haar opaarden, hadden alleen maar een stokje met vuur. Ja, daarvoor, ja. En dan had hij, ja, gaan bijna met de fut. Ja, hij is alweer bijna over de zee. Ja, hij wordt oud. Ja, dat krijg je dan. Hij wordt oud, hè. Ja, hij houdt je nog af en toe bij. Hij is voornamelijk van dat kantoorwerk. Want anders gaat het niet meer. Hè? Want die jeugd van tegenwoordig. Met die gekke kapsels en die gekke t-shirts. Ja, en als ze geen blond haar hebben, dan blondeer ze het wel. Ja, wat zouden die ouders er wel niet van denken? En dan kopen ze een breezer en dan zijn ze weer weg. En dan, ja, wat hadden we vroeger niet een breezer. Alleen water. En af en toe een biertje. Maar ja, dat was een luxe. Hè? Want ja, was er niet elke dag. Zeker niet tijdens de hongerwinter. Nee, dan sliepen we tussen de koeien. Want ja, dan was het warmer dan in het huis. Ja, die jeugd van tegenwoordig, die hebben dan, die zien dan de fietsen ontladen, ja, hebben ze al die scooter, vroeger hadden ze allemaal geen scooter, alleen een koe of een paard. Ja, en dan gaan ze het nog opvoeren ook. Ja, die dingen zo hard, die zoeven zo voorbij. En de herrie dat te maken, joh. Ja, die wordt er gewoon wakker van in de nacht. Want nu zit er weer zo'n gast op zo'n scooter. En dan rijdt hij over het fietspad. En ja, ik heb hem al een keer gezien, hoor. Die gast, ja, die rijdt zo hard. Ja, dat is toch niet meer normaal, de jeugd van tegenwoordig. Ja, ze gaan veel te hard. En al die mensen, die oud, wat zullen die ouders er wel niet van denken, joh? Ja, die kunnen ook, ja, ze moeten werken, zeggen ze dan. Die hebben het ook druk. Die moeten ook een cent verdienen, ja, hè? Ja, ja. En hij gaat ook bijna met de fut, hè? Want ja, kijk, daar heb je nog weer de opgevoeding. Het gaat ook veel te hard, die jeugd van tegenwoordig. Is toch veel te gevaarlijk, joh. Want dat gaat toch helemaal de verkeerde kant op zo. Ja, dan zeggen de jeugd van, ja, we kunnen toch wel rijden. Maar heb je ooit wel eens meegemaakt hoe druk het is op de weg? Met al die nieuwe auto's, met die technologieën erin. En al die mooie motors. Ja, vroeger had alleen een hypecar. En af en toe had je een Ford. Ja, dat was wat hoor. Ja. Dat was een hele luxe. En dan moest je heel je leven voor werken. En dat is tegenwoordig. Heb je dat ook niet meer. Voor je weet, hebben ze zo'n scooter. En dan gaan ze ermee aan de hal. En dan zijn ze weer weg. Gaan ze naar Hollywood. Dan gaan ze een briezer kopen. Een briezer. Wat, ja, een briezer en een bier. Dat had je vroeger niet hoor. En al die mixdrankjes, daar heb je toch nooit van gehoord. Vroeger had je alleen water. Ja, dat kon je wel eens mixen, maar ja, waarmee hè? Dat had je water en af en toe een kleurtje erin of zo. Ja, dat is niet meer te filmen de laatste tijd hoor. Houdt die jeugd van tegenwoordig. Wat doen ze nou eigenlijk aan sport? Vroeger moesten we 30 kilometer fietsen naar onze school en terug ook. Ja, dan had je dat probleem niet, van die al die opgezette, al het overgewicht van die jeugd van tegenwoordig. En dan gaan ze op diëten, op de sportschool, en dan komt er helemaal niks aan terecht. Tegenwoordig zie je ze alleen nog maar op die scooters, en dan hebben ze het nog opgevoerd ook. En als ze geen blond haar hebben, dan blondeert het wel. Ja, die gekke kapsels met die gekke ringen en alles. Waar gaat het toch heen met die... Vroeger wisten ze geen eens wat een tato was. Als het de IKEA-kast was, geloofde het wel. Tato, waar komt het woord toch vandaan? Ja, dan zeggen ze, ja, ben bang voor die naald. Ja, waarvoor doe je het dan ook? Zet toch ook geen tato. En dan tato weer is een of ander symbool en dan weet je ineens wat het betekent. Ja,
dat gaat toch helemaal weer nergens over. Ja, later, dan worden ze oud, hè. En dan hebben ze nog steeds citaten en zijn ze al lang vergeten wat het is. En dan zit er helemaal op die kale hoofd, hè. Dan weet je helemaal niet meer wat je ziet. En ja, dan zijn ze helemaal uitgezakt, hè. Ja, zo gaat het. Dan zijn ze helemaal weer terug bij je af. Het gaat toch helemaal nergens meer over. Jeugd van tegenwoordig, met de gekke kapsels. Ja, en werken dat ze doen ook, maar vroeger moesten ze 30 kilometer fietsen naar ons werk en naar onze school. En dan moesten ze nog werken erbij ook. En dan kregen we 3 gulden, kun je nagaan, 3 gulden per uur. En ja, dan moest je wel hard werken hoor. Ja, dan werd je hard aangepakt hoor. En dan kon je wel om 7 uur gaan slapen, zo moe was je. En koud dat het dan was, van ja, je had je geen verwarming, hè, was het gewoon koud in de winter, ja. En dan sneeuwde dat er buiten deed, helemaal in de regen of in de sneeuw. En koud, ja. En dan had je van die mensen die hadden dan handschoenen. Vroeger had je dat helemaal niet. Dan had je gewoon een deken of een sjaal. Ja. 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 Het